Hey, lieve jij, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Femal Leren podcast. Ik hoop dat je een super fijn weekend hebt gehad. Het is vandaag dat ik de podcast opneem, maandag 25 september. Um, ik heb vandaag een probeersel. Mijn lieve Dalmatier ligt hier op kantoor bij mij. Normaal gesproken dan uh, doe ik hem eventjes uh, in de woonkamer en de deur dicht, maar hij ligt hier zo ontzettend lekker op zijn kussen, dat ik dacht. Laten we eens proberen of het gaat, dat hij hier is. En als hij nou wel heel veel geluid gaat maken in één keer, dan, uh, dan stop ik de podcast eventjes en dan edit ik dat uh, er even tussenuit. Um, maar vandaag weer lekker maandag, de laatste week van september. September is voor mij zo ontzettend snel gegaan, ook in shifts, resultaten, groei... Het is niet normaal, zoals ik ook al eerder had gedeeld. Um, en vandaag wil ik heel graag drie mindset shifts, drie shifts in het algemeen, um, met je delen. Die hebben gezorgd voor mijn grootste groei de afgelopen tijd. En um, ja, laat ik maar meteen gewoon lekker induiken. Ik ga de podcast niet te lang maken. Uh, ik wil dat dit een lekkere boost voor jezelf is. En ik hoop dat je er iets moois uit kan halen dat je ook op jezelf kan toepassen. En anders is er misschien iemand anders in je omgeving die deze podcast goed kan gebruiken. Om nou bijvoorbeeld, jongens, de laatste drie maanden van 2023 te gaan knallen. Hoor, hoor je dat? De laatste drie maanden van 2023. Het is echt ongelooflijk. Volgende maand word ik 35 en mijn man ook. Wat een mooie leeftijd. Um, in november. Zie je, ga ik weer toch een zijpadje. Maakt niet uit. In november is het alweer tijd voor Sint Maarten. En dan komt Sinterklaas alweer in het land. En daarna hebben we, oh my god, Kerst. En ik heb echt zoveel zin in Kerst. Nog veel meer dan ooit. En ik weet niet waarom. En ik wil ook echt mijn kantoor echt verzieren met allemaal lichtjes. En. Um, ik ga even een mooi klein kerstboompje hier neerzetten. Ik ga sowieso mijn kantoor helemaal omgooien. Ik weet niet of ik dat al had gedeeld. Um, maar ik ga mijn kantoor. Ik ben een grote bureau. Dus ik ga echt eventjes mijn kantoor een update geven. Deze herfst. Om um, nou ja, lekker de winter in te gaan. Ik heb wat zin in. Om helemaal zo kerstig te maken. Nou goed. Um, daar gaat de podcast natuurlijk helemaal niet over. De eerste mindset shift die uh, onder andere heeft gezorgd om veel sneller te gaan groeien is. Ik laat alle regels los en ga het volledig op mijn eigen manier doen. Dit is echt wel een huge shift geweest. En ik ben hier al veel langer mee bezig geweest. Um, ik denk wel, ja, sinds het voorjaar is deze wel steeds meer gaan spelen... Ik heb nooit echt alle regels, ik heb eigenlijk me nooit echt aan de regels gehouden. Altijd mijn eigen ding gedaan. Maar wel, hè, zoals ik eerder had gedeeld, ging ik echt van 101 lanceringen naar simpel en effectief. En tijdens die 101 lanceringen zat ik wel meer vast aan regeltjes of opgelegde regeltjes. Dus het gaat niet alleen om marketing en strategie regels die je om je heen ziet, maar ook regels die je zelf oplegt. Ehm en toen hield ik me toch wel vast aan regeltjes die ik mezelf had opgelegd, omdat ik dan naar anderen keek en die dan van het ene in het andere aanbod gingen, dat verzonnen, dat verzonnen. Um, ik ook wel vast zat in een bepaald patroon doordat ik um, uh, door een bepaalde schaduw hè, die ik die ik um, die ik moest aankijken om te zien van waarom ik eigenlijk altijd maar doorging en nooit met één ding tegelijk bezig kon zijn en eigenlijk ja nooit ook echt iets helemaal wel afmaakte maar niet dan weer doorzetten en gewoon weer hup meteen weer in iets nieuws uh, stapten. Um, nou door dat allereerst aan te kijken door schaduwwerk en vervolgens ook steeds verder de regeltjes loslaten, niet in de zin van opgelegde regels of iemand anders, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, maar wel uh, regels die ik mezelf had opgelegd om die steeds dieper los te gaan laten, losgelaten. Um, tot aan mijn vakantie in juli. En toen kwam er echt een diepe, diepe, diepe shift daarin. Ik deelde echt vlak daarvoor: Welcome in my Quantum Leap. Um, dat was ook echt zo. De hele vakantie was ook een een of andere Quantum Leap. Ik was toen helemaal. Het was een fantastische vakantie. Ik had toen heel veel geleerd. Maar ook wel deels uit alignment. Omdat ik gewoon echt door ja, wel weer echt zo'n transformatie heen ging. Um, dus dat stukje heb ik echt steeds meer losgelaten, tot ook het punt waarop ik dacht: het is ook tijd voor een andere denkwijze rondom mijn content. Dus ik ga ook daar, daaromheen gewoon echt die regels loslaten. Ik ga gewoon delen wat ik wil delen. Ik ga alle regeltjes die ik heb geleerd rondom het schrijven van een post en hoe die in elkaar moet zitten en hoe dat de een naar de ander moet opvolgen. Ik wil niet zeggen dat dat niet werkt. Hè, want dat werkt natuurlijk. En ik neem stukjes daar van alles wat ik heb geleerd, neem ik daar heus wel uit mee. Um, maar ik was echt toe aan het gewoon echt volledig op mijn eigen manier doen. En ja wat er ook in mijn human design staat, omdat ik, ik ben reflector. Um, en in mijn human design staat ook echt dat ik um, dat ik vooral mag inspireren. Dus inspireren na, um, tot nadenken aanzetten. Dat is echt waar het voor mij om draait, en ik merk ook vaak dat de posts waarin ik ook tot nadenken aanzet, dat die altijd heel goed doen. Um, en juist door gewoon veel meer nog mezelf te zijn, ook op Instagram, um, ook even de need to uh, ja, foto's maken, zeg maar van ik moet echt goede foto's hebben, ik moet echt dit, ik moet echt dat. Dan dacht ik nee, ik ga het gewoon echt even op deze manier doen en gewoon delen wat ik wil delen. En ik ben daardoor echt losgekomen uit een bepaald patroon. Um, en ja, dat, zo, ik zie gewoon, ondanks dat iedereen het over heeft van ja, het algoritme dat, het algoritme zus, dat het gewoon fantastisch werkt en dat het juist groeit bij mij. Mijn bereik, bereik op Instagram groeit enorm. Um, en dat ik ook veel meer in contact ben gekomen daardoor, door het zeg maar steeds meer op mijn eigen manier te doen en echt laagjes daarin los te laten. Um, en te ontdekken wat wil ik eigenlijk dat ik ook achter ben gekomen. Dat ik echt wel een automatisch verkoopsysteem wil opzetten de komende tijd. Rondom een masterclass. Of dat, hè, dat je niet alleen afhankelijk bent van Instagram om leads te gaan verzamelen. Um, het verdere contact met leads, dat hou ik altijd heel persoonlijk. Dat vind ik ook heel erg fijn. Ik doe verkopen niet per se aan de voorkant, maar vooral aan de achterkant. Dat werkt voor mij ook gewoon hartstikke fijn. Um, dus ja, ik heb echt wel gezien van, oké, okay, hier ligt voor mij echt de kern. En nu ben ik weer klaar om dan uh, mijn bedrijf... No Want ik deelde laatst op Instagram van, ik had een hele uitgebreide kaartlegging gedaan. En in die kaartlegging kwam echt naar voren van, oké, okay, en dat, dat is ook wat ik voel, dat, dat, dat die quantum business van mij, die wil echt naar beneden zakken. En um, die, die, ik had het gevoel van, er mist nu iets, of er stroomt iets nog niet helemaal goed, waardoor het bedrijf nog niet helemaal in mijn huidige realiteit kan zakken. Dus echt, ja, mijn quantum business zoals ik dat voor me zie dit jaar, wat, waar ik wil staan aan het einde van het jaar, dat wil echt naar mij toe komen. Um, en uit die kaartlegging kwam heel, veel, kwam heel veel inspiratie. En toen kon ik ook echt goed zien van, oké, okay, He, ik mag dit en dit doen om ervoor te zorgen. Dus bijvoorbeeld een verkoopsysteem opzetten dat het gewoon automatisch kan lopen. Dat ik niet meer alleen afhankelijk ben van Instagram. Dat ik nog meer tijd en ruimte vrij plan in mijn agenda voor bijvoorbeeld creatie, et cetera. Um, dus ja, door gewoon echt alle regels los te laten en het echt op mijn eigen manier te doen, ben ik ook steeds dieper gekomen in het vinden van wat wil ik precies. En uh, wat is er in mij nodig, maar ook in mijn omgeving en in mijn business, om dat te kunnen dragen, zodat ik mijn bedrijf zo duurzaam mogelijk kan opzetten. Um, de tweede shift, die heel belangrijk voor mij was, is. En dit klinkt eigenlijk heel gek, omdat ik het nu heb over shift. Er is niets meer in mij dat ik moet shiften. Er is niets meer in mij dat ik moet shiften. Um, kijk, we zijn met z'n allen tegenwoordig heel erg gefocust op. Wat is er in mij aan de hand? Wat kan ik shiften? Waarom loop ik hier tegenaan? Blablabla. Nou, ik heb de afgelopen bijna drie jaar heel veel werk erop gedaan. Ontzettend veel schaduwwerk gedaan. Ik heb echt nou, heel veel gedaan um, tot aan... Um, hoe heet het nou ook alweer? Oh, wat is erg. Die behandeling... Dat uh, de Touch of Matrix, dat er verschillende diepere lagen ook in familielijnen. De dus, uh, zaken geheeld werden. Nou ik heb echt heel veel werk erop gedaan. Um, totdat op een gegeven moment dat ik echt tegen een patrona liep, dan liep er iets niet, of dan was, stond ik aan de vooravond van een verandering. En dan vervolgens ging ik weer op zoek. Ja, maar ik moet dit nog shiften, of ik moet dat nog shiften. Dus een van de shifts die mij echt heeft geholpen om te groeien is: ik hoef niks meer in mij te shiften. Ja, natuurlijk loop je tegen bepaalde gedachten of belemmeringen aan, of, maar geen grote shifts meer. Ik had op een gegeven moment echt zoiets. Het is nou eens gewoon een keer klaar. Um, ik heb al het werk gedaan. Ik ben er nu gewoon klaar voor. Punt. Ik hoef niks meer in mezelf, in mezelf te shiften. Ik hoef niet meer um, heel diep aan het werk daarop en heel diep aan het werk daarop. Dat wil niet zeggen dat ik. Um, no dat nooit meer hoef te doen, absoluut niet. Er zal echt wel in de loop van de komende maanden weer een moment komen waarop ik denk van oké, okay, nu mag ik echt weer even wat dieper gaan kijken. Maar het was voor, voor mijn ego, onbe onbewust. Want dit is iets wat ik echt op onbewust niveau ben tegengekomen... Dat het ook wel een soort van sabotagemiddel was, om mij dus dan die stappen niet te laten zetten. Dus dat is echt ook een heel belangrijke belangrijk geweest. Um, en de derde shit, is eigenlijk een heel mooie zin in het Engels. You can't have a million dollar goal with a one dollar work ethic. You can't have a million dollar goal with a one dollar work ethic. Dus je kan geen, je kan niet willen groeien tot een miljoen of je kan geen miljoen willen hebben met een, um, met een euro, zeg maar als je een miljoen euro wil, je, daar kan je niet komen met, euro, uh, met een, een euro met een 1 euro werkhouding. Dat kan niet. Dus om, je kan wel een heel groot doel hebben, maar dan zal je ook je hele houding, de manier waarop je werkt, um, de manier waarop je in het leven staat, de manier waarop je voor jezelf zorgt, dat zal je ook allemaal echt naar het volgende level moeten brengen. En dat is bijvoorbeeld ook echt waar we in de Female Leader Academy ook echt aan werken. Van, oké, okay, jij wil daar naartoe, maar wat is er in jou en in jouw leven... en in je, in, in je omgeving en in jezelf dan nodig? Hè? Hoe, hoe sta je dan in je bedrijf? Hoe ga je daarmee om? Um, als ik dan bijvoorbeeld iets bij je zie, dan geef ik dat ook echt aan je terug. Van, goh, ik zie... Dit en dit, hè? wellicht kan je er eens over nadenken. Ik zal je nooit vertellen wat je wel of niet moet doen. Ik wil je alleen maar hè, spiegelen, dat is wat een reflector doet. Ik wil alleen maar in je spiegelen wat ik voor je zie. En dan kan je natuurlijk zelf bepalen wat je daar wel of niet mee, mee doet. Um, maar deze zin, you can't have a million dollar goal with a one dollar work ethic. En dat is echt een super mooie zin die mij echt ja, heeft geholpen om... Op verschillende manieren dat mijn werkhouding ook te verbeteren. Niet dat ik niet hard kon werken. Maar dat is het ook vaker. Dan denken we, oh, dan voor de miljoen moeten we echt ook als een miljonair gaan werken. Maar miljonairs die werken echt niet zo heel erg veel. Ja, ze werken hard. Maar ze werken heel gestructureerd. En met heel veel focus. En met heel veel. Um, ja. Zij focussen zich echt alleen op de zaken die er, let, die er werkelijk toe doen. En voor mij was dat meer structuur aanbrengen. In de zin van: um, ik deed eigenlijk mijn content een beetje verdeeld over de week. Nou, dat ken je vast wel. Dan loop je echt wel er tegenaan. Oh, ik heb vanmorgen geen post. Oh, ik moet nog een podcast opnemen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb echt meer structuur. Uh, daarin aangebracht in de zin van maandag is mijn, gewoon mijn creatiedag. Dan creëer ik mijn podcasts. Dan maak ik mijn posts. En als ik, als ik bijvoorbeeld ik ga niet een post schrijven of een post willen schrijven, en dan na een half uur denk ik komt echt niks uit. En dan maar doorgaan en dan vervolgens een anderhalf uur met een post bezig zijn. Moet echt gewoon binnen een kwartier moeten er een post staan, anders laat ik hem even staan. Maar dan is in ieder geval de aanzet ernaar gemaakt en dan kom ik de volgende dag. Of op de dag dat ik hem wil plaatsen, kom ik wel op de rest van de tekst. Um, en daarnaast ook echt de focus op alleen die zaken die er letterlijk toe doen... om mijn, ver mijn bedrijf verder te brengen. Om um, ervoor te zorgen dat, we, of dat ik groei. Um, dus, um, en daarbij echt de klanten op nummer één. Uh, Female Leader Academy op nummer één. En daar zoveel plezier in hebben... Um, ja, dat, uh, dat zijn wel echt drie shifts die bij mij voor heel veel groei hebben gezorgd de afgelopen tijd. En ook voor heel veel plezier. Want juist door deze shifts ben ik nog meer plezier gaan ervaren. Um, waardoor de groei alleen nog maar harder is gegaan, natuurlijk. Want uh, ja, Joy uh, is een van de hoogste fr frequenties waar je, je op kan richten. En zonder joy, als je, ja, met joy ga je gewoon tien keer zo snel. Dus de vraag is, hoe kan ik zoveel mogelijk plezier in mijn bedrijf hebben eigenlijk? Dus als je één ding uit deze podcast mee zou mogen nemen, of waarvan ik wens dat je uit deze podcast meeneemt, is deze vraag: hoe kan jij er nou voor zorgen dat je meer plezier gaat ervaren in je bedrijf? Want dan volgt het succes, dan volgen de klanten, de omzet. Um, nou, alles volgt dan veel sneller, van, niet vanzelf, maar het volgt wel veel sneller. Um, nou, dit zijn ook echt stukken waar ik dus in de Female Leader Academy met de vrouw ook echt aan werk. En wat ik heel belangrijk vind. We um, zijn constant op verschillende lagen aan het kijken van oké, okay, elke maand heeft een thema in de Female Leader Academy. En um, ja, aan de hand van het thema doe ik dan een masterclass en dan krijg je nog een mastermind. En uh, persoonlijk blijf ik ook op de vrouwen in tune om te kijken van waar lopen ze tegenaan. Um, ja, zodat ook ieder voor zichzelf kan ontdekken wat werkt voor mij. Wat wil ik en hoe ga ik dat neerzetten en hoe ga ik daar zoveel mogelijk plezier bij ervaren. Oké, okay, dat was hem voor vandaag. Heb je nou nog vragen naar, aan de hand van deze podcast of wil je me gewoon eens heel leuk een berichtje op Instagram sturen? Dat mag natuurlijk altijd. Heb je vragen over de Viemand Leader Academy? Dan kan je altijd op mijn website kijken www.steffanyvanderlinde.nl. Of mag je natuurlijk ook altijd even een berichtje via Instagram sturen. Ik wil je in ieder geval heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik spreek je weer in de volgende podcast. Doei, doei!